Betty woont in Oost-Groningen bij haar vader. Ze werkt in een kruidenierswinkel en ze heeft de droom om zangeres te worden. Een vriend van haar werkt ook in een kruidenierswinkel, Peter, en die schrijft liedjes. En ze wil zo graag doorbreken en eigenlijk zie je in die eerste aflevering haar, hoe zij loskoppelt, hoe zij loskomt van haar vader en dat ze de stap neemt om naar Den Haag te gaan om zangeres te worden. Ik zat er vandaag nog niet in. Ik speel Fred, ik speel de man van Marije van Weijen. En uiteindelijk de manager van Patty. En ja, het is echt een manager zoals waar we allemaal bang voor zijn. Dat je er zo in treft. En dan zoek je de lelijkste kant in jezelf op. Hè? De hebberige. Ja, die heeft hij hoor. Ik heb het gezien. Oh, ik heb het gespeeld. Dat is heerlijk. Ik speel Mimi, de zangeres van de Petticoats. En ik ben een beetje klaar ermee. Ik heb het ineens hoog in mijn bol. En ik denk, ik wil die manager niet meer. Ik wil die fan niet meer. Ik ben verliefd geworden op de gitarist, Bully. En ik denk, ik begin een eigen carrière. Ik hoef het allemaal niet meer. Voor mij was het wel echt een droom om al die te gekke kostuums de hele tijd aan te mogen trekken. Omdat in het begin natuurlijk dat hele jaren 50 boerse lompe outfits eigenlijk. Yeah. Best wel. En aan het einde transformeert ze toch om tot een soort, ja, foxy lady.